opbokken. Opbokken, opbokken, opbokken. Ja, lekker. Dat is alles wat ik wil doen. Niet vallen, niet vallen, niet vallen. Jezus, wow, spammende faggot. Oh, het is me gewoon niet gegund in de vakantie om te winnen. Gewoon campers, hackers. Mensen, mijn kanaal, mijn naam is Dylan. Welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal Rotjoch. En we spelen weer Minecraft Skywars voor jullie. Zoals jullie weten is het een dagelijkse serie. Of Skywars, of inderdaad Hunger Games. En laten we hopen dat ik weer ga rekken. Want vorige keer ging het hartstikke lekker. Ik heb een goede paar potjes gespeeld. Het ging goed. Alleen had ik toen niet veel gewonnen. Door, ja, omstandigheden. Ik had gewoon een paar fouten gemaakt. Helaas, pindakaas. Het is niet anders. Laten we hopen dat we dit gaan kunnen winnen. En dat we gewoon eindigen als de beste Skywars speler van dit potje in de map Music. Op eerste kerstdag. Hopelijk ga ik winnen. Kom op een gegeven moment een kerstmiracle. Dan gaan we dit winnen. Als jij eruit komt zo meteen, let je niet op. En dan smack ik je ass, oké? Ja, ja. Surprise! Dat bedoel ik. Heb ik geen boog? Oh, wat doe ik nou? Wat doe ik? Oh, ging per ongeluk omhoog. Kut. Nou, op de potje nummer 2 dan maar. Shit. Oh man, dat was super dom. Oh, dat was echt leuk. Alright, we zitten in potje nummer 2. Het eerste potje ging niet zoals gepland. Wat was ik denkende? Wat was ik denkende, ouwe? Het was echt helemaal nergens wat ik daar deed. Ja, goed. We gaan gewoon kijken of deze gaan kunnen winnen. Dus laten we even doen. Jongens, laat dan vast lekker een blauw duimpje achter omhoog. Als je het leuk vindt dat ik deze video doe natuurlijk. Want ja, de Minecraft PvP video's is natuurlijk een video, een serie die ik extra voor jullie erbij gegooid heb. Dan de normale serie die ik altijd om 4:30 heb. Dus inderdaad, 2 video's per dag. Laat me even weten wat je ervan vindt dat ik dat voor jullie doe. 2 video's per dag. Want ik wil echt dit jaar keihard gaan knallen met YouTube. Bijna is 2016. En dan wil ik wel jullie mening hebben. Wat vinden jullie ervan dat ik dus inderdaad 2 video's per dag ga uploaden. Ook in 2016 ga proberen om het elke dag 2 video's te doen. Laat me even weten wat je ervan vindt. En vooral wat voor series je wil doen. Want ik wil dit jaar echt serieus aan de bak met YouTube. Ik doe al 4 jaar in YouTube. Maar dit is het eerste jaar waar ik serieus echt YouTube kan doen. Dat ik ook echt aan het groeien ben. Dat hebben jullie gemerkt. Ik ben dit jaar gegroeid. In de laatste 4 maanden tijd van 25.000 abonnees naar... Hoeveel heb ik nu? 75.000 abonnees. Ik bedoel, dat is een gigantisch gegroeid in een paar maandjes tijd. Dus dat is chill. En ik wil van volgend jaar wil ik het meteen weer aanpakken. Gewoon in 2016. Met een volle bak. Elke dag. 2 dagen. 2 video's per dag. Uploaden. Auw. Dit is heel irritant. Oké. Okay. Heeft hij nou anti-knockback? Zag je dat nou goed? Ja, hij heeft anti-knockback. Really, bro? Oh, vuile tyfusleien met je fucking anti-knockback. Vuile hacker. Oh, man. Het is dus kerstdag op het moment. Dat betekent dat jullie vakantie hebben. Jullie, de kijkers. En dat ook kinderen vakantie hebben. Vuile smeerblap. En dan gaat hij zeggen dat ik een hacker ben. Destroyers YouTube. Rot toch op, man. Nu met de midden in mijn opname zie ik dat jij een hacker bent. God van de ju. Ja, goed. Ik heb in ieder geval hem gerekkerd te pekkerd. Ik heb hem dus aangepakt. Oprotten met die slappe happies van hem. Ik heb hem dood. Daar gaat het om. Maar, laat me even weten wat je ervan vindt. Ik vandaag 2 dagen of 2 video's per dag wil gaan uploaden. Voor het hele jaar volgend jaar. En wat je er nu al van vindt van deze extra PvP video die ik voor jullie doe. Want ik vind het nu toe wel leuk. Maar ik wil natuurlijk jullie mening weten, want dat vind ik heel belangrijk. Wat vinden jullie van dat ik elke dag 2 video's doe? En wat vind je leuk aan mijn 2 video's? En wat moet ik gaan uploaden? Want dat is ook natuurlijk een vraag. Van hey, wat vinden jullie leuk? Heel veel mensen natuurlijk gaan natuurlijk zeggen Mindtopia. Maar naast Mindtopia, wat vinden jullie nog? Is dat team van 3? Is dat nou een team van 3? Is dat nou een team van 3? Het is een team van 3. Ik ga er gewoon erbij komen. Ik heb scheid. Wauw. Is dat een team van... Dat is een team van 2 is het. Oké, okay. Ik heb er 1. Ik heb er allebei! Lekker voor jullie, stelletje. Teamers. Mietjes. Oké, okay, nou, mooi. Dat is even zo geregeld. Easy peasy lemon squeezy. Holy moly, dat was even chill. Team even daar tegenhouden. Stelletje mietjes. Ging ze teamen. Bah. Bah. Maar laat inderdaad even weten welke series je nog meer wilt zien op mijn kanaal. Want ik heb daar ruimte voor misschien van... Hey, ik doe elke dag om 4:30 een video. En natuurlijk om 7:30 een video. En natuurlijk kan ik die van 4:30 kunnen verschillende soorten video's zijn. Weet je wel, de ene keer is Mindtopia, de andere keer is de Egg Wars, de andere keer is het dit, de andere keer is het dat. Laat me weten welke serie jij wilt zien als kijker op mijn kanaal. Oké, jongens. Ja hoor, rot op man, die stomme teamers de hele dag. Fucking kut, jongen. Ik haat dat jullie vakantie hebben.
Want al die kindertjes komen. En allemaal lekker, lekker teamen met z'n allen. Gezellig. Maakt niet uit. Helaas pindakaas. Ik heb genoeg kills gepakt. Maar ja, full diamond team met z'n tweeën. Kan ik niet verslaan. Zie jullie graag in de volgende. Gaan we. Alright, vorig potje. Het ging lekker. Ik had een goede start. Maar helaas niet kunnen winnen. Een team van twee hackers, jongens. Het is vakantie. Dus heb je altijd hackers en teamers. Altijd hackers en teamers op vakanties. Want dan komen de kindertjes zijn vrij. En als die kindertjes vrij zijn, dan gaan ze hacken. Dus dat is super gay. En super irritant. Want dat heb ik zo'n hekel aan, die hackers. Maar goed, ik ga niet altijd veel piepen over hackers en teamers. Want joh, die zal je altijd blijven hebben. En ze gaan gewoon nou eenmaal campen en hacken en... Ja, laat ze lekker. Het zijn gewoon treurige figuurtjes die dat doen. Dus helaas, pindakaas. Het is niet anders. Ik ga lekker proberen dingetjes te hakken. Wat wol, want ik heb niet genoeg bouwblokken. Want iemand heeft de chest basic gedaan. We hebben allemaal echt cut gear. En dat zul je maar zien. De meeste mensen die dan basic chest doen, hebben zelf de iron golem kit. Misschien moet ik die ook maar even kopen. Van als mensen dat basic doen. Dan hebben die gewoon iron gear. Dat is fucking sterk natuurlijk. Want die gast heeft gewoon fucking goede gear. En de rest heeft eigenlijk scheid. Dus op die fiets. Maar wat ik ga doen is denk ik het volgende. Ik ga denk ik naar het midden op deze. Deze map is denk ik wel echt het beste om naar het midden te gaan. Ik doe het nooit. Geen enkele map ga ik naar het midden. Maar op deze map, Cauldron, terwijl Ketel, is dat volgens mij wel het best. Alleen ga ik het niet halen. Fuck, ik haat basic chests, man. Heb ik een pickaxe? Nee, dus ik moet wel echt gewoon dit gaan hakken. Man, dit is zo irritant. Nou, dan gaan we lekker shit hakken. In ieder geval, laat me even nog eens weten wat je inderdaad van de video vindt. Laat me super chill zijn. Laat me echt super leuk. Super handig. En wat ik ook ga doen inderdaad bij elke PvP video. Als een PvP video de 1000 likes haalt. Dus de doezoe. Dan krijgen jullie van mij natuurlijk een invite voor in de guild. Van mijn Hypixel server. Dus deze Cubecraft. Ook al speel ik nu op Cubecraft. Elke PvP video gaat er vertellen. Want dat vind ik wel leuk voor jullie natuurlijk. Een beetje de guild een beetje vol gaat raken. Een beetje tempo in komt. Vinden jullie ook leuker denk ik. Laat lekker 1000 duimpjes achter omhoog. En we gaan de guild vullen. Kijk hier. Korrelaartjes. Dat is iemand die dat gedaan heeft. Basic chest. Kijk, wie gestemd op basic chest. Of die chest. Waar kan het zien? Ferdy. Oké, maar overpowered. Nee, oké. Nou, dit is basic chest geworden. Dit is super irritant. Die gast heeft fucking goede gear. Oké. Kom op, val eraf. Lekker. Doei. Aangepakt, joh. Moet je maar niet gaan lopen spelen met een Iron Golem kit hier. Nou, we hebben hem gekilled. Dus dat is goed geregeld. Goed gedaan. I'm happy. Oké, die gast daar zit op het eiland. Daarnaast is hij gegaan. Sniper. Legolas. Ja hoor. Echt een Legolas. Heerlijk. Dat is dan weer twee. Zo gaat dat goed. Zo gaat hij lekker. Ik pak altijd wel veel kills. Maar helaas win ik vaak de game niet. Omdat ik gewoon... ja, ik weet niet. Iets te rampage gaan, denk ik. Ik doe gewoon scheid. Ik ga er gewoon in. En ik wil gewoon plezier maken in mijn potje. In plaats van dat ik ga lopen campen. Want dat is heel saai. En dat is wat heel veel mensen dus gewoon wel doen. Die gaan lopen campen. Want ja, het is tactischer. Ik bedoel, kijk. Man, weer iemand met een Iron Golem kit. Zo'n Iron... Ik weet niet hoe die heet. Of heet, ik noem het Iron Golem kit, weet je wel. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Oké, wat ik ga doen. Deze gast hier, oh. Opbokken! Opbokken! Opbokken, opbokken, opbokken. Ja, lekker. Lekker. Alleen heb ik geen gapples natuurlijk. Oh, fuck it, duck. Dat was even een zware, pittige strijd. Maar ik heb hem gerekkerd in Renote. En daar draait het uiteindelijk om dat ik hem aanpak. Pickaxe, leather cap, zo'n soort, leather boots. Chain boots, dat is degene wat ik nodig heb. Helemaal lekker, helemaal goed. Nice, ik ga de goede kant op. Ik heb weer nog meer kills gemaakt dan ik al had. Dus dat is hartstikke fijn. Appeltjes, die kan ik er wel bij hebben, 11. Dus dat is dat. Bouwblokjes 2 weg. Eens even zoeken. Oké, ik heb gedaan wat ik moet doen. Oké, ik heb mijn kills. Ik heb dit. Ik ga even wat spullen hierin droppen wat ik niet meer gebruik. Misschien mushroom stoel kan ik houden. Oh, wacht eens even. Doe eens niet zo irritant. Manneke. Oké, ik ga hem gewoon chasen. Ik weet niet of het heel slim is. Ik ben echt een paper chaser. Ja, daar ga je. Muscle. Zoek het uit. Doei. Get Shrek de Renote. Oké, mooi. Ik heb best wel veel kills op het moment. In de, voor een basic chest potje. Ja, ik ga best wel ham. Ik ga best wel ham. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Ik ben een kukker Kim is ND. Wat? Ik denk dat hij iets gemeen wou zeggen. Maar ik denk dat hij wil zeggen iets met het K-woord, kind. Maar blijkbaar is dat te moeilijk voor hem om te schrijven. Ja, het is ook vrij moeilijk hoor, typen. En dan gaat hij zeggen, ja nee, maar ik heb dyslexie. Natuurlijk. Ja, hey, wacht eens even. Dan gooi ik nou net een... Chain body. Oh, chain body is het beste wat ik kan krijgen. Ik ga hartstikke goed. Alleen die chappie daar, die fucking full iron nou, hè? Daar word ik niet echt heel vrolijk van. Ja, dat is balen. Heel veel mensen chat, ben je echt? Ja, hoi. Ja, hoi.
Oké, ik heb nog nodig. 2 kills. Dan ben ik tevreden. Ben ik happy. Heb ik het potje gewonnen. Hierboven kan je ook campen. Ik weet dat mensen dat heel vaak doen. Gaan ze hierboven zitten en dan gaan ze daar kamperen. Maar dat is niet mijn tactiek. Jullie weten, ik hou niet van campen. Ik kan het. Weet je, ik weet niet waarom ik campers haat. Omdat ik het zelf niet kan. Ik ben gewoon rete jaloers op campers. Ik kan het gewoon niet. Ik bedoel, die gast hier ook nu. Hoi. Oh, dus hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Alleen vind ik het jammer dat jij met een full iron kit zit. Jij gewoon te campen op je eiland. Dat vind ik best wel vervelend. Ik zag je net zitten. Meneer Broflo. En je bent gewoon niet eens van je eiland afgekomen. En die andere gast daar heeft ook full iron. Ik vecht tegen 2 iron golem kits. Man! Oneerlijk! Oneerlijk! Ik wil gewoon een potje kunnen spelen met mensen met normale kits. Maar ze hebben basic chests en goede shit. Dat is die Broflo. Broflo. Dat is die Broflo. Oké, ik ga hem gewoon opwachten. Want als hij dan daar komt, dan ga ik hem smacken, jongen. Nou, als hij gaat bouwen, jongen. Nou, Broflo, beetje full iron golem kit. Alsjeblieft, ga bouwen. Ga bouwen. Ga bouwen. Ik zie hem zitten. Oké, waar is die andere dude? Er is nog 1 andere gast. Waar is die Broflo? Hij gaat bouwen naar boven. What the fuck? Dude, speel niet als een fucking pussy. Oké, hij speelt echt als een pussy. Hij gaat helemaal rustig gear verzamelen. Je hebt fucking full iron, man. Doe niet als een poes en kom vechten. Waar is die andere dan? Ik ga, oh man, ik haat dit zo erg, hè. Oh, wat speelt die saai. Dat soort shit. Dat is toch saai? Hij heeft een hele potje 0 kills, heeft hij, hè. Hij wil gewoon te graag winnen. Als je een video kijkt, Broflo, niks tegen jou, hoor. Het is gewoon slim, ik bedoel, hè. Je wint gewoon. Dat draait uiteindelijk om winnen. Omdat heel veel kijkers zeggen, ja, je kan niet tegen je verlies. Lalalala. Jawel, ik kan wel tegen verlies. Nou, dan kan je niet echt, ik kan niet heel goed tegen mijn verlies. Nee, dat klopt. Maar dat ik wel vaak heb zoiets van, ja, maar hoe kan je dat leuk vinden? Wat is er leuk? Want bijvoorbeeld in deze Skywars voor hem. Hij heeft letterlijk nog niks gedaan. Hij heeft gewoon op zijn eiland gezeten. En that's it. Hij heeft alleen maar op zijn eiland gezeten. Het hele potje lang zit hij al daar op zijn eiland. En nu gaat hij naar het buureiland. En dan, ja, wat dan? Je hebt gewoon geen kill gemaakt. Je hebt eigenlijk gewoon een beetje... Je was in de server eigenlijk. Je hoorde erbij. En misschien ga je nog winnen ook. Maar ja, is dat leuk? Is maar de vraag. Ik vind in ieder geval dat soort shit super saai om te doen. Het zou niks voor mij zijn. Dat bedoel ik, daar ben ik ook vaak jaloers. Dat ik niet kan campen. Want nu, zoals nu, ja. Ja, wat nu? Ik weet het niet. Die SRG 8 Master of zo. Ik weet ook niet waar die zit. Kijk, die gast daar boven, die Broflo. Die zit. Oh, hé, wordt beschoten. Oh, hij zit helemaal boven. Kijk, oh, die gaat er nou daar campen. Dus ik heb 2 campers. Eentje camp boven op het dak. Dat zei ik net ook al. Ik had het ook kunnen doen. Maar ik ben het niet gaan doen. Want het leek me heel erg saai. En hij is het gaan doen. En die andere chappie zit gewoon nog aan zijn eigen eiland. Ja, fuck dit. Ik ga gewoon erop af. En ik heb scheid. Ik heb gewoon... Dan 2 gasten met fucking goede kids, weet je wel. Dan gaan ze allebei lopen campen, man. Dat is toch iets wat je niet doet. Dat is toch super saai. Kom op. Laat me even raken. Waarom raak ik hem niet? Oké, nou ja, goed. Hij gaat campen. Chill dit. Oké, nou ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker aan het eiland in het midden. Ik heb geen zin in deze onzin. Ook als jij kijkt, jongen. SRG Keimaster, ik vind je echt een zielepoot dat je gaat campen in het midden met een boog. Weet je, het liefst, denk ik, vorige keer ook in mijn stream, spring ik gewoon lekker nu naar beneden en dan zoek ik het lekker uit. Lekker met een beetje campen in de bomen. Weet je, dan gaat zoek het lekker uit, man. Het is toch niet leuk om zo te spelen? Maar ook niet leuk om zo tegen je te spelen. Ja, leuk. Leuk, je gaat zo meteen winnen. Uit. Gefeliciteerd. Weet je. Hij zit daar, hij zit in het midden. Ja, hij is naar beneden gekomen. Are you kidding me? Hij is naar beneden gekomen. Nou, mooi. En dan gaat hij weer boven zitten. Gaat hij weer boven zitten. Met een pijl en boog. Stop eens met dat gecamp, jongen. Wees een man en vecht gewoon. Je hebt betere gear, alles. Je kan me makkelijk hebben, weet je. Nee, nee. Hij vindt campen veel belangrijker. Nou, oké. En nu, weet je wat? Dan ga ik hier doen. Dan doe ik zo. 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 En nu? En nu ben ik wel low van alle pijlen. Oh nee! Hak je die chest! Nee! Ik wou gewoon... Oh, ik rek ze ass! Yeah, baby! Nou, daar krijgen we van. Ja, kijk. Dat wou ik gewoon. Met je vechten. Dat is het enige wat ik van je wou. Vechten. Alleen heb ik niet zijn gear kunnen oppakken. Dat baal ik. Het is in één keer, gewoon in één keer verbrand allemaal. Gewoon zijn hele kit. Dat is echt kut. Dat ik het graag zijn kit willen hebben. Voor deel van zijn kit. Ga dan niet in die chest de hele tijd zitten. Kom vechten, man. Yo, jongen. Die man heeft full fucking iron, hè. Oké. Okay. Die gast net had ook full iron, dus... Maar die wil ook een Shrek.
Ik zie hem zitten. Weet je die gaat doen namelijk? Weet die gaat doen. Kom op, val eraf. Hoppa! GG! What the fuck? Dit potje was saai, maar we hebben gewonnen. Op naar het laatste potje dan maar. Alright mensen, laatste potje. Vorig potje ging lekker. Ik was een beetje salty. Want ja, ik vond het gewoon... Eerlijk gezegd, ik heb gewonnen. Ik vond het ook zich ook wel leuk. Omdat ik gewoon veel kills maakte. Maar ik zat hier gewoon niet hoe mensen zo kunnen spelen. Zoals die gasten. Ik weet, jullie zijn kijkers, want jullie herkenden mij. Jullie zijn vast heel aardig. Maar leg het eens uit. Hoezo speel je zo? Je hebt gewoon... Wat heb je gedaan? Die gasten van net dus. Die hebben letterlijk het hele potje rondgelopen. En uiteindelijk hebben ze ook gewoon 0 kills gekregen. Ze hebben niemand gekilled. En uiteindelijk hebben ze niet eens gewonnen. Ze hebben gewoon letterlijk een half uur of zo. Nee, een potje duurde een kwartiertje of zo. Hebben ze daar gewoon eigenlijk... ze waren er eigenlijk. That's pretty much wat ze gedaan hebben. Ze waren er. Ja, dat is heel vreemd. Ik snap het niet. Hoe kan je zo spelen? Dat is toch niet leuk? Dat is toch niet de bedoeling? Dat als je Hunger Games gaat spelen. Dan ga je Hunger Games spelen en dan ga je het hele potje ga je shiften. Ja, dat is toch niet de bedoeling? Oh, wow, die lag. Maar ik heb hem. Holy moly. Vuile boef. Jup, van mij wegen. Oh, nee. Waarom pakken ik dat ding niet aan? Nee. Oh, lekker. Ik heb geluk gehad. Ik heb een probleem, joh. Ik heb mijn muis, heb ik 2 knopjes. Ik heb 1 knopje die ik gebruik om mijn muis die sprinten. En die andere knop zit erboven. Dan pak ik in 1 keer het 9e item in mijn hand. In dit geval is dat een pot of enchanting. Soms heb ik... Dus. Ah, fuck. Dacht ik ga het nemen. Dan ga ik... Oh, man. Nee, het is er zo één. Ah, hij is gerekt. Nu ben ik zelf zo eentje. Dat wil ik niet eens. Je mag komen, je mag komen. Ik laat je komen, ik laat je komen. Gratis. Kom. Oh! Oh, what the fuck? Wat doet hij? Ze denkt er zelf af. Oh, dat was geinig. Oké. Ik heb iemand om achter me. Gaan we doen. Oh. Auw. Oké. Met de pickaxe had hij mijn peren te pakken. Ik heb hem. Lekker jongens. Het gaat de goede kant. Man. Dit is een gigantische strijdpot gewoon. Dit is veel leuker. Dit is gewoon lachen. Hier komen overal mannetjes vandaan om te killen. Dat vind ik veel gezelliger gewoon. Lekker vechten met z'n allen. Heerlijk. Heerlijk dit. Dit vind ik nou echt. Dit is nou Skywars jongens. Thanks. Mensen die in dit potje meedoen allemaal. Thanks. Dit vind ik heel gezellig. Gewoon. Met z'n allen lekker aan de bak. Lekker vechten met z'n allen. Gezellig. Geef me een goede sfeer. Zo. Toppie. Nou. Hierin kijken. Oké. Een diamond chestplate. Daar word ik wel blij van denk ik. Diamond schoentjes. Vind ik ook wel leuk. Lava arrows. Vind ik ook wel oké. Nou, snowballs vind ik ook op zich wel chill. Oh, golden appeltje kan er mij ook wel in, hoor. Oké, top. Nou, dan gaan we lekker verder. Dan gaan we lekker verder. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik ga even door naar de... Nog 2 mensen heb ik tegen me. Even kijken, hoor. Zit er iemand in het midden of zo? Zie ik dat nog goed? Nee. Oké, ik dacht even dat ik iemand in het midden zag. Misschien is het nog steeds zo, maar er zit een boom in de weg. Nee, ik zie niemand in het midden. Voor nu. Oké, waar de fuck zit iedereen? Waar de fuck zijn ze? Daar is er eentje. Met een boog. En die richt die kant op. Dus ik denk dat iemand tegenover een eiland tegenover hem zit. Ga ik helemaal een rondje lopen. Hopelijk zijn er genoeg bruggetjes gemaakt. Oh nee, dus ik moet er nu al zelf eentje doen. Zit ik nou, werd ik nou beschoten als het goed is? Leek het nou echt zo? Of schoot iemand gewoon heel scheef? Oké, nou, dat is iemand met full diamond. Bijna, dat is ik. Die gast is volgens mij sterk. Oké, toppie. Aanpakken. Oké, die moet niet vallen. Dat is alles wat ik wil doen. Niet vallen. Jezus, boos spammen de faggot. Oh, fucking pussy dat je er bent. Oh, man. Op naar het allerlaatste potje dan maar voor jullie speciaal.
Oh man, vuile campende bitches gewoon. Alright mensen, allerlaatste potje dan. Het vorige potje was eigenlijk het laatste, maar ik vond het zuur hoe ik doodging. Een vieze bo-spammer, een camper was het. Ja, het is vakantie. Dus ja, dan krijg je gewoon kinderen die te graag willen winnen. En inderdaad gewoon zo gaan spelen, weet je wel. Ik had echt iets van 5, 6 kills of zo, denk ik. En de rest 1. Maar ja, goed. Uiteindelijk heb ik niet gewonnen. Daar gaat het om helaas. Dus nou, op naar het volgende potje. Hopelijk ga ik deze dan wel weer kunnen winnen, weet je wel. Om het weer goed te maken. Oké, we gaan gewoon door. Ik trek deze broek, wou ik eigenlijk aantrekken. Deze broek wil ik aantrekken. Helemaal goed. Tak, 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 tak. Die weg, die weg. Die daarheen. Die daarheen. Die daarheen. Oké. Nou, die potten, die pots. Hoppakee, gegooid. Super. Oké, we gaan naar de buurman. Dat is altijd wat ik het meest doe. Het liefst doe. Gewoon meteen vechten met de buurman. Gewoon altijd gaan. Dat vind ik veel leuker. Weet je wel, ik kan wel gaan uren lopen zitten op mijn eiland. Wat de meesten ook doen. Een beetje campen. Lekker veilig met z'n allen. Weet je wel. Niks aan het handje. Dat kan ik doen. Maar dat is super saai. Voor jullie. Voor mij. Voor jullie. Juist. Waar zit hij? Dude. Oké, hij is onder me. Boven me. Hoi. Wow. Hij leeft nog. Nu niet meer. Doei. Was gezellig, jongen. Hey. Hoppa. Raben, door naar de volgende eiland. Dat was even een goede shit. Goede shit, Mattie. Goede shit. Oké, we gaan door naar de volgende. Dus ziet, ik heb al een kill gemaakt in de eerste minuut. Dat vind ik gewoon het allerleukste om te doen. Al lekker mensen afmaken bij een oprotten. Dat gecampen shit. Oprotten met die slappe hap. Hou ik niet van. Wat? Is het eiland nog niet geloot of zo? Ik vertrouw het niet helemaal. Oh, het eiland is gewoon niet geloot. Nou, chill. Waterspullen. Zeg ik geen nee tegen, hoor. Eens even kijken. Diamond schoentjes. Die had ik nog nodig. Thank you. Oké, ik heb nog 10 blokken om iets mee te kunnen doen. Oké, zit er toevallig een axe in? Wat? Nee, man. Ik kreeg zo goed. Het is me gewoon niet gegund in de vakantie om te winnen. Gewoon campers. Hackers. Servers die uitvallen. Fuck my life, man. In ieder geval mensen, dit was dan weer de Minecraft Skywars op mijn kanaal. Hopelijk hebben jullie genoten. Laat lekker inderdaad een blauw duimpje achter omhoog. Met 1000 likes mogen jullie in mijn guild natuurlijk op Hypixel. Invite ik gewoon iemand, een random iemand uit de chat. Dus ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat het me eens zien zijn natuurlijk. Peace.